Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning gelooft niet dat de economie zal gaan wankelen met de verhoogde stroomtarieven. Hij zegt juist dat de verhoging van de stroomtarieven één van de onderdelen is van de maatregelen van de regering om stabilisatie in de economie te brengen. Kijk, die economie moet je in alle aspecten bekijken. Ook dus de energiesector moet je beoordelen, ook EBS. Het is een integraal pakket aan maatregelen om die stabilisatie te brengen. En de energietarieven is daar een onderdeel van. Maar u weet dat we ook geluisterd hebben en teruggekomen zijn op de afhankelijk vastgestelde tarieven. Maar dat houdt in dat we sommige maatregelen, verbetermaatregelen, in de economie nog even moeten parkeren en op een ander moment moeten inzetten. Dus het is een integraal pakket. En mijn opvatting is, zoals ik eerder zei, dat we een redelijke mate van stabiliteit bereikt hebben. Maar ik zeg er ook tegelijkertijd bij, we zijn er nog niet. Het is een proces. Ik verwacht dat we nog eventjes nodig gaan hebben om te spreken van volledige stabiliteit. Voor wat de stap van de regering naar het IMF betreft, zegt Gijbersing dat het bestuur van de organisatie eind deze maand een besluit zal nemen. Hij verwacht dat dit besluit niet zal verschillen van de verwachting van de regering. Eind van de maand gaat de board zich daarover uitspreken. Maar ik zie geen reden dat we een andere uitkomst gaan krijgen dan we verwachten. Omdat wij ons huiswerk gemaakt hebben. En ik verwacht dat we tegen eind van de maand, begin augustus, toch wel rond kunnen zijn met IMF. Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning vanmorgen voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.